Annemiek van Vleuten, goed weer vandaag. Wat gaat het met jullie koers doen? Voor mij had het iets meer mogen waaien. Dat is soms dan mooier om zeker op de top van de klimmen soms door te trekken. Maar ik denk dat met zoveel beklimmingen in het parcours dat er ook genoeg mogelijkheden zijn om het verder uit elkaar te trekken en hard te maken. Hoe goed ben jij op dit moment? Ja, ik zie in ieder geval mijn vorm nog steeds groeien. Ik ben denk ik vergeleken met het WK of Giro stond nog net op een hoger niveau. Maar als ik het vergelijk met vorig jaar rond deze tijd ben ik wel een stukje beter. Wat betekent dat dan voor vandaag, voor jou? Ja, dat ik met vertrouwen hier moet gaan koersen en dat ik in ieder geval niet moet af gaan wachten tot de laatste keer Kouberg. En dat het voor mij heel goed is als het een zware wedstrijd is. Voor wie vrees jij het meeste vandaag? Nou, ik denk Bastia en Nelly hebben laten zien dat ze echt in topvorm is. Ik denk ook Marianne Vos, dat is wat koers is waar zij wat meer kan sparen, is ook in haar voordeel. Maar ja, ik denk heel Boels collectief. Die hebben denk ik met Blaak en Annika Langvet, nummer 2 van de Strade Bianche. Ja, die hebben als collectief heel wat, ik denk wel een stuk of 4 die hier kunnen winnen. Doen ze een voorspelling, wie wint er bij jullie vandaag? Ja, hoop ik zelf, hè. Goed, heel veel succes.